Welkom in Andalusië. Ik wil je graag het huis laten zien. Hier loop je dus het huisje binnen. Ik heb even wat lampjes aangedaan, want het is misschien een beetje donker. Dit is de woonkamer. De eettafel. Een grote keuken. Plaatje. Hier zitten. S'avonds lekker tv kijken. Lekker muziekje aan. Toe. Typhoon. Ook allemaal Nederlandse zenders, dus dat is heel relaxed. Een houtkacheltje, waar echt als het echt heel erg koud wordt. Maar dat is natuurlijk nu nog niet helemaal van toepassing. Nog wat rode wijntjes die we hebben staan. Lekker museum, lekker Baron de Lei. Lekker lekker. Dat is een hele boekenkast met Nederlandse boeken. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je zonder leesvoer komt te zitten. Karvatenwassertje. Yay. Ons eten voor vanavond. Varkens. Ribstuk. Uit de bonus. Magneton. Oven. En de koelkast. Wat sausjes. Lekker gin. Natuurlijk tonic. Wat groentes voor vanavond. Broodbeleg. Lekker rozetje. Gaan we vanavond drinken. En naten. Cabernet. En Izadi. Die witte Rioja. Die hadden we van de week ook al gekocht uit de supermarkt, maar die had kurk. Dus we geven hem nog een kans. En hier is nog een heel opberghok. Met een wasmachine. Een stofzuiger. Allemaal handige dingetjes. Ja. Goed toch? Lekker. Helemaal. Het is een beetje chipjes, dingetjes. Ik heb allemaal lekkere dingetjes al gekocht om mee te nemen naar huis. Ja, lekker gerookte paprika poeder. Nee. Gedroogde pepers. Dit zijn een soort gedroogde paprika's. Hier nog meer pepers. En kruiden. Om paella te maken. Lekker saffraan. Dat is hier dus echt een stuk goedkoper dan in Nederland. Dus dat scheelt wel echt veel. Hier dus een slaapkamer. En er zijn dus drie slaapkamers. Er zijn ook nog twee slaapkamers die je vanaf buiten kan bereiken. Maar die hebben we natuurlijk niet nodig met z'n tweetjes. En een badkamertje. Gewoon precies zoals je wat je van een badkamertje verwacht. Zo. Nog een keer. Poep. Even buiten laten zien. Het zwembad erbij. Frans zet even nieuw muziekje op. Zo. Buiten kun je dus ook nog allemaal lekker zitten. Mijn cidertje staat er nog. Lekker buiten eten. Het is vandaag niet zo heel zonnig. Gisteren van de week was het dus wel heel lekker. Lekker barbecuen. Een grote palmbomen. Een grote olijfboom. Zie je dat? Ja. Dus hier kunnen we lekker zitten. We lekker lopen bakken van de week al. Heel lekker. En Frans is zelfs nog geweest zwemmen. Ik niet. Ik heb een beetje pogie gebaat. Dat vond ik een beetje koud. Nog meer olijfbomen. Die andere bomen die je daar dus ziet. Die nu weer helemaal kaal zijn. Dat zijn dus amandelbomen. Je zit eigenlijk midden tussen de olijfbomen en de amandelbomen. Uitkijken voor de prikplant. En dat is dus het dorpje Arenas. Daar kijken we op uit. Dit is landinwaarts. Ik zal straks laten zien. Waar de kustlijn zit. Dus het is best wel stijl. De route hier naartoe is ook wel spannend. Toen kan ik een beetje om het huisje heen lopen. Het is best een groot zwembad, toch? Het is wel relaxed. Het is een buitendouche. Hier kan je nog meer zetten. Hier hebben we eigenlijk helemaal niet gezeten.
Want we zijn maar met z'n tweetjes, dus ga je niet op zo'n harde bank zitten. Ga je wel lekker op de gewone bank zitten. Nog een zitje. Dus in ieder geval genoeg plekjes om of te schuilen voor de schaduw of om lekker de zon op te zoeken. Kijk, zijn we weer bij de voordeur. Daar zitten we dus. Onze huurauto. Diesel. Is niet zo heel handig als je de berg op moet. Dit is dus een stukje van het pad. Dus dat is best wel steil. Als ik een stukje naar boven loop, dan kan ik je laten zien waar de kustlijn ongeveer zit. En dan kan je ongeveer zien hoe hoog we zitten. En dat het dus echt zo'n ontzettende kronkelweg omhoog is. En dat je dus eigenlijk beter een ander soort auto moet hebben dan een diesel Audi. Kijk. Dit is even door het hek van de buren. Daar zie je dus de kustlijn liggen. Waar ook de snelweg loopt. Dus dan heb je ongeveer een idee hoe ver het landinwaarts is. En hoe hoog het ook gelegen is. Dit is ongeveer de weggetjes die je dan af moet leggen. De bergen op. Dan hier weer onverhard. Naar beneden. Een klein stukje asfalt en dan wordt het weer onverhard. Dus best een uitdaging. Maar hè, we zijn bikkels. Dus dat komt helemaal goed. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke rondleiding vonden. En tot snel!